Zonlicht is belangrijk. Als de zon op uw huid schijnt, wordt er in uw huid meteen vitamine D gemaakt. Dit is de belangrijkste manier om genoeg vitamine D te krijgen. In een deel van ons eten zit ook wat vitamine D. Een donkere huid zorgt ervoor dat de aanmaak van vitamine D minder is. In een land met weinig zon of met veel kou, waardoor mensen veel binnen zitten en veel kleding dragen, zal de huid ook minder vitamine D maken. Ouderen krijgen wat minder vitamine D binnen, omdat hun huid sowieso wat minder aanmaakt. Vitamine D is belangrijk voor de groei van een kind, voor de sterkte van uw botten en tanden, voor de afweer, voor het herstel van uw lichaam en voor de werking van het zenuwstelsel. In welke voeding zit vitamine D? In vette vis zoals zalm of makreel en in visolie. In rundvlees, kaas en eieren zit een klein beetje. In Nederland zit vitamine D ook in margarines en soms ook in de olie en vetten die u gebruikt bij het bakken en braden. Als er vitamine D in zit, staat dit op de verpakking. Verder zit er vitamine D in flesvoeding voor baby's. Omdat er in al die voeding toch maar weinig vitamine D zit, blijft het belangrijk om dagelijks buiten te komen. Bedenk daarbij dat het zonlicht alleen werkt op een onbedekte huid. Ook als de zon niet schijnt, zorgt het daglicht ervoor dat uw onbedekte huid vitamine D maakt. Iemand met een lichte huid die normaal gezond eet en regelmatig buiten komt, heeft al gauw voldoende vitamine D. Voor wie is het verstandig om dagelijks een tabletje vitamine D te nemen? Voor kinderen jonger dan 4 jaar, vrouwen ouder dan 50, mannen ouder dan 70 jaar en als u een donkere huid heeft. Ook mensen met kleding die alles, ook het gezicht, bedekt en mensen die altijd binnen zitten, worden aangeraden dagelijks een tabletje vitamine D te nemen. Kijk op de verpakking hoeveel u kunt nemen. Voor de meeste mensen is een tabletje van 10 microgram per dag goed. Zonlicht is dus belangrijk, maar te veel zon is niet goed. Dat vergroot de kans op huidkanker. Blijf niet te lang in de zon als uw huid nog niet aan de zon gewend is. Begin bijvoorbeeld met 20 minuten en bouw dat langzaam verder op. Houd er rekening mee dat zonnestraling tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags het sterkst is. Water, strand en sneeuw weerkaatsen de stralen, zodat u sneller verbrandt. Een goede zonnebrandcrème is belangrijk om verbranding te voorkomen. Als uw huid bruiner wordt en u graag urenlang in de zon wilt liggen, smeer u dan elke 2 uur in. Zo verkleint u de kans op huidkanker en krijgt u tegelijk zeker voldoende vitamine D binnen.